Ja, dit jaar is geconstateerd bij mijn moeder dat zij longkanker had. En ja, dan ga je toch kijken van wat kan ik doen. Breda Nu. Antonio Ocaña, waarom doe jij mee aan dit mooie evenement? Nou, ik doe mee eigenlijk omdat dit jaar is geconstateerd bij mijn moeder dat zij longkanker had. En dan ga je toch kijken van wat kan ik doen. Nou, de Alpe d'Huez, dat leek mij nog te ver van mijn bed. En, ik wilde letterlijk? Letterlijk. En ik wilde echt toch iets gaan doen. En toen kwam ik dit tegen en ik dacht van ja, daar ga ik instappen. Je hebt nog meer ervaringen met deze vreselijke ziekte? Ja, eigenlijk heel toevallig belde een vriend van mij op met een, had iets gehoord, weer van een vriendin van hem. Juri Geras heet hij en zijn vriendin Sabine Staalvogels. En die belde me op van luister, moet je eens luisteren. En die liet een opname horen van een meisje die dus een liedje heeft ingezongen eigenlijk op haar telefoon. En dat klonk erg goed. En dat is ook iemand die. Die vecht tegen kanker, maagkanker. Ze had echt de wens om dat liedje uit te brengen eigenlijk. En we hadden zoiets van, nou, daar gaan we iets mee doen. Ik draai dan een tijdje mee nu in de muziek. Dus we hadden zoiets van, dan gaan we samen oppakken. Juri is zelf drummer van Rise 1000, een band. En ik ben zanger-gitarist van Mojomatic. En zo hebben we samen eigenlijk het idee gehad van, nou, we gaan dus een avondje zitten. We zijn een avondje gaan zitten, we hebben die tekst omgezet in muziek, we hebben de muziek ondergezet en we hadden een deadline 18 mei uitgekozen omdat zij nog een operatie tegemoet gaat en ja, dus maar afwachten hoe zij eruit gaat komen. En 18 mei stond er in één keer een liedje. Ja. En dan, als je dan ziet wat het met iemand doet, dan dat geeft wel veel voldoening. Heel bijzonder, want we gaan 1 september jullie bewonderen op het podium. Daar vlak bij die haven? Ja, zeker. Dat is de bedoeling. Als alles goed gaat en de operatie gaat goed en zij kan, zij kan er staan, dan staat ze er zeker. Intussen is er ook is het liedje ook te luisteren via Spotify, via iTunes. Alle opbrengst gaat naar Swim to Fight Cancer. Hoe heet het liedje? Het liedje heet het is Delilah Dance. Op Spotify alleen Delilah en dan Ocean. Zo heet het liedje. Breda Nu had de primeur op de radio om het als eerste te draaien, nog voor de release. En inmiddels wordt hij wel wordt hij goed opgepikt. En hopen we ook daarmee natuurlijk zoveel mogelijk binnen te halen. Maar ook gewoon, het nummer heeft gewoon echt potentie, zeg maar. Het is echt een goed liedje voor. Ja. Wij gunnen jullie een dikke hit. Ja, dankjewel. We gaan ervoor. Breda Nu.